15 jaar waren gevraagd. Ja. Dat ik in een fase zit, zeg maar, dat alles wel helder is. Dat er geen ik is, dat er geen afgescheidenheid is, dat alles gewoon gebeurt. Maar dan gebeurt er niets, of ik weet niet wat. Waardoor ik weer helemaal ik ben, helemaal geïdentificeerd. Niet helemaal. Niet helemaal, oké. Alleen al het feit dat je het doorhebt, geeft al aan dat er ruimte in zit of dat er ook iets anders kijkt. Ja. Anders wist je het niet. Oké. Ja, maar alsnog doet het dan veel meer pijn dan toen die helderheid dat nooit was. Ja, uiteraard, want je had geen vergelijking. Nee. Dat is het nadeel van bewustwording. Sommige dingen gaan meer zeer doen. Ja. Op dat moment. Ja, fijn. Dan kan ik het schrijven. Ik ben er vanaf natuurlijk. En ik weet dat dat niet werkt. Maar ja, daar is het toch. Dan ga ik lezen, of schrijven, of niks doen. Maar ja, dat werkt natuurlijk allemaal niet. Wat er dus gebeurt vanuit weer die benadering van multilayer being, is dat er dus een andere laag de boel overneemt. Ja. En als reactie op die laag komt er weer een andere laag en die gaat dan zitten schrijven en proberen er vanaf te komen enzovoorts. Het meest handige is gewoon back off a little and look at it. Zonder daar dus te zeggen dat het niet mag of niet goed is. Want een van de belangrijkste dingen waarom ik zeur over dat meer gelaagd wezen, is dat we zouden kunnen ophouden met onszelf verwijten te maken. Ik haat het dat mensen heel sterk de neiging hebben to downgrade themselves. Ja. Omdat er gewoon, het leven triggert gewoon een andere laag. Nou, de ene laag is heel helder en de andere laag is al heel volwassen. Weer een laag is half volwassen en er lopen ook nog een handvol kleuters rond. Weet je wel, that's okay. En een dorpsidioot. En, weet je wel, het is van alles wat. En afhankelijk van de totale context die wij helemaal niet hoeven begrijpen, komt of dit of dat naar voren. Dat is oké. Dat is human. Er is niks slechts aan. Dat het enige verwarring even geeft, ja, dat kan. Als dit concept goed begrepen wordt, dan heb je gewoon een beeldtaal van oké, laag D is gewoon bezig en die doet zo. Als je goed oplet, die doet namelijk altijd zo. Altijd die kant op. En dan komt er een andere en dan nou moet je gaan mediteren of schrijf het eruit. Of ik moet weer gaan schilderen, want dat hielp een keer ooit. Weet je wel? Dus trucjes om er vanaf te komen. Maar er is ook een andere en die is op dat moment wat minder sterk in beeld en die zit gewoon te kijken. En die is onbekommerd. Die weet gewoon, nou is dat clubje gewoon heeft even de overhand. En dan gaat altijd dat clubje zich er tegenaan bemoeien. Dus de conservatieven wat harder schreeuwen, gaan die progressieven lawaai maken. En zo versterken ze elkaar extremiteit, kun je in de wereld ook zien. Het is allemaal vrij begrijpelijk. Ja, klinkt wel logisch. Ja, dat is het ook. Ook wel, want als ik dan in die laag ga van kijken naar, zeg maar, van waarnemen, dat ik dan toch ook in verwarring kom van ben ik wel aan het. Dat is mooi, maar dat is weer een andere laag, want die laag die kijkt, die vraagt zich dat niet af. Je kunt heel goed opmerken dat wat kijkt, nooit iets zegt. Die vindt nergens iets van, die kijkt alleen maar. En door die helderheid kan dat parlement tot rust komen. Kan. Ze kunnen ook verschrikkelijk opgefokt raken ervan, want ze vinden dat niet leuk. Want dat hele parlement vindt dat je van alles iets moet vinden. Dus de gemene delen ervan. En je kunt dan dit vinden of dat vinden of zus of zo, maar gij zult iets vinden. Maar dat wat zit, weet je wel, het vindt er dus niks van. Het is sfeer van lichtelijke geamuseerdheid. Een heel klein beetje. Het heeft zo'n glimlach en een sigaret hangen zo. Uiteraard. Zometeen, even wachten. Wat ook leuk is, een aansluitend principe,
op het moment dat het dus even, laten we zeggen, niet naar ons zin gaat, start dus eigenlijk de zoekbeweging op. Hè? En zoeken is meestal, hoe kom ik hier vanaf, gedreven. Dat is oké, want zoals ik het ooit noemde toen de boel hier keerde, ik noemde het het einde van de zoektocht. En waarom? Ik constateerde gewoon dat de zoekenergie was opgebruikt. Dus in ieder van ons zit een, laten we zeggen, 5 liter zoekbenzine. Want aan renewable newels doen die niet. Het is gewoon goede ouderwetse olie. Weet je wel? En dat moet gewoon opgebrand worden. Dus vanuit een bepaalde laag kunnen we dan zeggen, oh wat onfortuinlijk en dan ben ik de helderheid weer kwijt. Vanuit een iets uitgezoomd perspectief, oh mooi, want er zat nog een halve liter zoekbrandstof. Daar kan nou weer een onsje van gebruikt worden, of 50 milliliter of whatever. Weet je wel? Dus het is oké. Okay. Je kunt namelijk niet de zoekbeweging of de zoekenergie bypassen. Dus soms horen mensen van, wat is wakker zijn? Het einde van het zoeken. Oh, dan ga ik stoppen met zoeken. Well, good luck with that. Weet je wel, want er zit nog 5 liter in die tank. En voor die tijd kun je niet, en kun je zelfs zeggen van, ik ga maar een maand lang niet met dat fight daar bezighouden. En ik denk nergens over, nou, probeer maar. Het lukt je nog geen half uur. Want dan gaat hij weer, weet je. Dan heb je toch weer een boekje in de hand. Waarschijnlijk het verkeerde, maar dat geeft niet. Dus dat geeft niks. Het is een organisatiepatroon wat probeert al die lagen tot een zinvol geheel te krijgen. En daarvoor moet de zoekenergie op en er moet een traumaatje her en der verwerkt worden. Een paar misvattingen gecorrigeerd. Een beetje creativiteit erbij kan ook geen kwaad. Weet je wel, en dan niet per se in de artistieke zin, maar in het kunnen spelen met dingen, het kunnen wisselen van dimensies. Weet je wel, van alles is nodig en bezig en it's okay. Vooral omdat you're gonna die anyway, dus relax a little. You're not gonna make it. Ja, mijn vraag is eigenlijk wel een beetje al beantwoord. Ja, het gebeurt soms. Ja. Ja. Een beetje, maar nog niet helemaal. Nou, jawel, nee. Ik zat me dan af te vragen van, goh, maar hoe ga je die waarnemer, want uiteindelijk wil je dus bij de waarnemer gaan komen. Ik zou liever zeggen als ik, ja dat mag ik, het is mijn zatzaam, waarnemendheid. Waarnemer klinkt te veel als een iemand. En it's not. Het is totaal onpersoonlijk. Dus skip dat en ook getuige wordt ook wel eens genoemd. Nou, dat wat getuigt is dan handiger. Het wordt een hele kromme constructie. Dus kennendheid of waarnemendheid is veel handiger. Want anders is het toch weer een iemand die zit te loeren. Nou ja, nou, door wat je nu zegt, krijg ik toe. Gisteren was ik bij Jasper Merle, die had hartsongs, met zijn hartsongs. En ik merkte bij mezelf dat ik, er wilde iets, ik zat, weet je, je zit dan in die muziek en dan wil er iets komen, maar het is zo groot dat ik dan weer wegvlucht. Dat ik dan denk, ah, laat maar. Ga ik niet doen, ga ik me niet aan wagen. Ja, dat is dus zo'n laag die nog te wantrouwig en angstig is om dat te kunnen toelaten. Dus wederom geen reden om jezelf te kritiseren. It just happens. Het hoort bij dat proces. Ja, en dan toch denk ik dan op dat moment, als ik daar dan in zit, want ik zeg, van, ja, nou pak ik het moment niet. Dat, ja. Jawel, je pakte het moment helemaal, want die was inclusief die angstreactie. Er is ook zo'n lulverhaal gaande, van dat als je maar in het moment bent, dat dan alles goed is en dat dat spiritueel zou zijn. Nee, dan ben je aanwezig. En je kunt ook heel goed aanwezig zijn terwijl de angst door je heen dendert. Sowieso word je van angst nogal aanwezig. Dus ik hou niet van dat soort sprookjes. En daarom schrijf ik al ergens van de huurmoordenaar, als die zijn werk goed wil doen, kan maar beter heel aanwezig zijn. Die is heel erg in de here and now, want anders schiet hij mis. En niks zo erg als een mislukte moord, dat we wel zijn. Als je het dan doet, doe het dan goed. En voor de chirurg geldt hetzelfde, obviously. Of de boekhouder, wat zei. Ja,
Dus daar is niks spiritueels aan. Dus het maakt je effectief, niet spiritueel of wakker. Het is gewoon kletskoek. Of dat het altijd fijn zou voelen. Het mooie is, als je weer eens een wortelkanaalbehandeling moet laten doen. Ik hoop dat het gauw is. Doe dat eens zonder verdoving. Dan moet je eens kijken hoe aanwezig je bent. Echt, jongen. Zo, daar is je in je meditatie nog nooit gelukt. Serieus. Zo! En levend dat je je voelt. You also want to get the fuck out of there. Maar echt, man. Presence aan alle kanten. Iedere cel is er helemaal bij. Dat moesten ze doen in die meditatiecentra. Stay with the pain, why don't you? In plaats van, ik voel me zo rustig en vredig. Alsof dat ook maar iets met wakker zijn te maken heeft. Dat is net voordat je in slaap valt. Jesus. Ik heb wel zo'n omgekeerde gehad, dat is wel een heel aantal jaar geleden. Toen stond mijn leven zo op zijn kop. En ik liep ook in het ziekenhuis, weet ik wat. Toen heb ik gewoon echt gedacht bij mezelf, ik ga niet meer nadenken. Want als ik ga nadenken, word ik gek. Ja. Want dan ga ik nadenken en dan denk ik, dan lig ik bij wijze van spreken al in het graf. Zo. Dus toen ben ik gewoon gestopt met nadenken. Ben ik gewoon echt in het hier en nu. Nou, als ik hier en nu ben, dan is het allemaal prima. En ik stop gewoon verder met nadenken. Nou, ja. Dat. En ergens is er wel iets heel erg omgeknoopt toen. Dus, ja, cool. Ja. Maar dan doet wat zeer, doet nog steeds zeer. Alleen wat er afwezig is, is weerstand. Ja. Maar het doet nog steeds zeer. Maar dan beleef je het in zijn pure vorm. Wakker zijn betekent dus ook niet dat je nooit meer pijn kan hebben. Je vindt er alleen minder van. Want het is. Ja, en het hoort er ook bij. Als je lang genoeg rondloopt, it's gonna hurt. Op wat voor level dan ook. Wat er bijvoorbeeld ook uitgaat is, dit had niet zo mogen zijn. Wat gewone mensenkindertjes wel altijd hebben als er iets gebeurt. Waarom moet ik nou kanker hebben? Ja, wou je het iemand anders geven? Betere kandidaat? Waarom jij niet? Stupid question. Het is allemaal weerstand en een raar idee wat sommigen lijken te hebben en het lijkt te groeien. Van dat leven altijd leuk moet zijn en dat mag niet zeer doen en niemand mag lijden en al het onrecht moet de wereld uit. Alsof dat kan. Weird. Ja, ik heb ook wel eens dat er dan een oud stuk naar boven komt. En soms is het ook van dan ben je overdag iets aan het doen en dan reageer je op een bepaalde manier en denk je, huh? Die hebben we al heel lang niet meer gehad. En yes. Dan zit je zo te kijken van, oké, leuk. Ja, maar dat is wel weird. Dus dat idee van dat er dan, zeg maar, een beter persoon uitkomt of zo, dat, nee. Dat kan, maar we moeten altijd een slag om de arm houden. Nou ja, het is in ieder geval niet meer erg of zo. Ja, voilà, exact. Dus dat kan altijd gebeuren. You can be anything. Het is maar of de totale constellatie geschikt is. Daarom kan in principe iedereen verschrikkelijk lief zijn en genereus. En een moordenaar. Het zit er allemaal op. Het hangt maar af van wat er gebeurt. En wat er getriggerd wordt en hoe groot de intensiteit is. En dan zal er bij de een wat meer intensiteit nodig zijn dan bij de ander om heel lief en genereus te worden. Of moordenaar. Maar het kan altijd. Ja, ik zou ook nooit zeggen van ik zou nooit een moord plegen. Nee, exact. Dat is ook een beetje raar. Ieder ik zal nooit, hè, dat hebben we wel eens, ik zou dat nooit doen. Die zouden we eigenlijk eens moeten opschrijven. Weet je wel? En af en toe eens in kijken. En dan ga je na een jaartje of zo zien dat een heleboel van die ik zou nooit, nou, die zijn inmiddels al gebeurd. Je was gewoon nooit in de gelegenheid geweest nog, of er was nog nooit een noodzaak geweest. Maar it doesn't make you good. Ik heb nog nooit iemand belazerd. Nee, het was niet nodig.
Of je bent te stom ervoor of te scheiterig, dat kan ook. Maar dan ben je nog niet goed, whatever that may mean. De omstandigheden waren er niet naar. Ik heb mezelf, ja, ik heb mezelf van alles zien doen in mijn leven. And it's not all pretty. Wat ik heel grappig vind, is dat hetgene wat je het meest irriteert in anderen, of algemeen dingen zijn die je zelf doet. Ja, of graag zou willen. Dat kan ook, maar die je zelf doet is ook heel vaak... Maar dat zie je niet. Dat is, nou ja, of er is zo'n notie van, ja, dat ik dat doe is oké, okay, maar een ander... Ja. Ja, ik zie het mooiste bij mijn moeder. Die zegt, ja, vreselijk mens, en dan noemt ze allerlei dingen op. En dan zitten mijn zus en ik kijken elkaar aan. Dat ben jij, maar je is het totaal. En dan op een gegeven moment, als je dat weet, dan zie je bij jezelf ook af en toe wel een beetje. Dan moet ik wel heel vreselijk zijn, want ik vind eigenlijk iedereen bar irritant. Ja, als je niet verlicht was geweest, hadden we je niet toegelaten. Ja, precies. Ja, dan had ik waarschijnlijk opgeknoopt of iets. Nog een vraagje, hoe zit het met gehechtheid? Gehecht zijn aan dingen. Ja, dat is niet zo handig, hè? Nee, maar... Ja, ik ben het wel. Ja, dat kan. Dus, nou, als we daar iets mee willen, kunnen we dat onderzoeken, hoe dat werkt. En wat het belang daarvan is en hoe juist dat is. En of het oplevert wat gedacht wordt dat het oplevert. Dus wat zijn de kosten en baten nou eigenlijk precies? Dat moeten we als Hollanders toch kunnen uitrekenen. Dus ik zei een keer in dat kader, alles waar je van houdt, houdt je vast. Wat niet wil zeggen dat je nergens van moet houden, maar je moet je wel bewust zijn van wat het kost. It's not for free. It's an interesting topic. En gevaarlijk. Ben jij gehecht? Aan mijn sigaretten wel. Er zijn, gehecht zou ik niet zeggen, er zijn een paar voorkeuren die vrij hardnekkig zijn, laten we het zo zeggen. Maar bijvoorbeeld, je hebt ook een partner, hoe werkt dat voor jou? Pardon? Ja, hoe werkt dat voor jou dan, zeg maar? Ja, soms beter, soms minder. Want dan is de liefde natuurlijk best een grote uitdaging, wat van advies daar. En de gehechtheid daaraan, zeg maar. Nee, niet? Maakt het niet bijzonderder of zo? Nee. Kijk, wat er uitvalt is het idee van één specifiek wezen nodig hebben om to make it. Dus er is een grote voorkeur dat die relatie doorgaat, want I care a lot. Maar ik ga niet dood als het over zou gaan. I could be sad for a while, of opgelucht, of allebei. You never know. Want ook dat weer, de constellatie verandert, komen er andere lagen aan bod. En aangezien je geen alternatieve geschiedenissen kan schrijven, van er zijn ook andere mensen, het is misschien ook handig om eens alleen te wonen. Dat is me nooit zo goed gelukt. Er is altijd iemand die dan zich weer binnendringt, of sleur ik die binnen. Ja, binnen. Ik heb er iets mee te maken. Maar de gehechtheid die ik vroeger had en de enorme vrees in twee vorige langdurige relaties van dat zou beëindigd worden, die heb ik niet. Dan schakelt het, dus ook in momenten van spanningen of crisis, let's say, schakelt het vrij snel over, los van korte erupties van of naar gewoon kijken hoe dat proces zich ontvouwen wil. Want ik kan wel bedenken vanuit een setje voorkeuren wat ik liever heb. Maar wat ik liever heb is maar één van de elementen in die totale constellatie. En het zou wel eens niet het belangrijkste kunnen zijn. Plus als er werkelijke liefde is, als de constatering zou komen, zij is beter af zonder mij. Dan kan ze beter gaan.
Want waar heb ik eraan als ik iemand bij me weet te houden, op wat voor manier dan ook, terwijl dat niet goed voor die ander is? Weet je wel, dus ik zeg, in die valse noten staan een aantal dingen over liefde en eentje daarvan is, het spijt me, ik hou van u. Of ik zal er alles aan doen om je te beschermen, behalve ik zal falen in het je beschermen tegen mij. Of ik hou van u, maar wat heeft u daar eigenlijk mee te maken? Of dingen als van, wat levert het mijn liefde die ander eigenlijk op? Dus love is a tricky thing. En daarom onderzoek ik dat al, vooral in die laatste paar boeken, vanuit allerlei kanten van liefde. Maar wat heeft dan gemaakt dat jij nu er anders in staat dan toen jij die eerdere twee relaties had? Is dat dan toch die observant? Uiteraard. Dus die awakening die had daarmee te maken. En verder het uitrollen van dat proces. Dus in de vorige relatie met de moeder van mijn kinderen, die startte toen dat wakker zijn er nog niet was of aan het pingpongen was. Dus dat zat in die overgangsfase en er was heel veel zelfonderzoek gaande en heel veel conflicterende dingen in me. Nog, weet je wel. Nou, toen op een gegeven moment keerde dat en werd dat op een bepaald level wel stabiel en helder. Maar er moest nog minstens 10 jaar doorwerking plaatsvinden. Dus dat was messy. En difficult vanuit die helderheid, maar gewoon in het relationele, sociale. Ik ben ook niet, en dat heb ik al vaker gezegd, erg geschikt als vader of als opvoeder.